In deze aflevering van Broodje Aap gaan we bijna 200 jaar terug in de tijd. Wauw, cool. En komt er hulp uit onverwachte hoek. Het Koninklijk Paleis. Maar waar zal onze reis eindigen? We zitten in de laatste wagon. Kom dan naar ons. Dag. Ik ben Inja en ik zet mijn tanden in jouw Broodje Aap. Is dit verhaal waar of niet waar? Samen met kidnetter Joshua volg ik het spoor van de stiekeme treinreiziger. Vandaag ben ik in het station van Weerde. Hier heb ik met Joshua afgesproken. Hey Inja. Op welk spoor gaat dat zijn? Ik denk spoor 4. Het klopt dat jij een Broodje Aap-verhaal mee hebt, hè? Ja, maar ik hoop dat hij geen vertraging heeft. Het station van Weerde heeft 4 sporen. Wij wachten op perron 4 en kijken naar de reizigers die net als wij onderweg zijn. Ik vraag me dan altijd af waar die mensen naartoe gaan. Naar hun werk? Gaan ze naar huis? Of vertrekken ze misschien op vakantie? Joshua en ik hebben maar 1 eindbestemming voor ogen. Wij willen weten of zijn Broodje Aap-verhaal waar is of niet waar. Dus er is een verhaal dat koning Leopold de Eerste op de eerste trein die van Brussel naar Mechelen reed. En ik weet niet of dit een Broodje Aap-verhaal is of niet. Dus dat wil ik graag met jou onderzoeken. Oké, dus je zegt dat de allereerste koning op de allereerste trein heeft gereden. Hij heeft stiekem een vermomming aangedaan om dan op de eerste trein te zitten. En van wie heb je dat verhaal gehoord? Ik heb dat gehoord van mijn juf. De allereerste koning zou dus als stiekeme treinreiziger verkleed zijn meegereden op de allereerste trein. Dat is wat juf Mieke aan Joshua vertelde. De eerste koning van België is Leopold I. Dat weet ik nog goed van in de lessen geschiedenis. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat hij zich zou verkleed hebben om in het geniep op een trein te stappen. Hoe zou hij zich vermomd hebben? Zoals een gewone rijke man. Zo, tophoed, snor, duffelcoat. Net als ik houdt Joshua er ook van om lang op de trein te zitten, om naar buiten te kijken en weg te dromen. Je kan heel mooie landschappen uit het raam zien en je kan gewoon met je vriend praten als je met een vriend bent op de trein. Zou koning Leopold I ook zo graag de trein hebben genomen? Misschien was hij zo benieuwd naar die eerste treinrit dat hij niet kon wachten om er zelf op te stappen. Maar waarom moest dat stiekem gebeuren? Van wie mocht dat niet? Moest hij zich voor iemand verstoppen? Ik wil graag de feiten weten en dan, als ik het weet, kan ik zeggen tegen iedereen dat hij op de eerste trein was. Die eerste trein spoorde van Brussel naar Mechelen. Dus we treinen naar onze hoofdstad. Onze rit duurt exact een kwartier. We hebben net genoeg tijd om al een eerste onderzoek te doen. Best op het internet. Ik pak mijn gsm erbij en we belanden al snel op de Wikipedia-pagina over de allereerste trein. De eerste Belgische treinrit is een historische gebeurtenis die plaatsvond op 5 mei 1835. Op die dag werd de spoorlijn tussen Brussel en Mechelen geopend en reed er voor de eerste maal in de geschiedenis een trein op het Europees continent. Dus dat betekent het is niet alleen de eerste trein in België, maar het is de eerste trein in het Europees continent. De allereerste trein in het hele Europese continent reed dus hier, bij ons. Wat een zot geschiedenis, weet je. Het traject van Brussel naar Mechelen was blijkbaar 22 kilometer lang. En op de heenweg had hij 1 tussenstop. Vilvoorde. Amai, en we zijn hier juist. Amai. Hoe toevallig is dat? Volgens de legende zou koning Leopold hier incognito ingestopt zijn om de rit toch mee te maken. Dit werd echter nooit bevestigd. Oké. Dus de legende vinden we ook online terug. Hij staat zelfs op Wikipedia. Misschien heeft juf Mieke het verhaal hier wel gelezen. Maar een legende is niet per se waar. En dat is wat wij vandaag moeten uitpluizen. Zou die trein hier speciaal gestopt zijn om de koning op te pikken? Misschien werd er iemand heel ziek op de trein. En moest de trein daarom stoppen in Vilvoorde? En is de koning zo snel op de trein kunnen glippen? Zou dat kunnen? Ook op de terugweg had hij een tussenstop. De locomotief kreeg echter pech ter Vilvoorde en moest opnieuw water inslaan om zijn rit te voltooien. Pech? Water inslaan? Of was dat gewoon een flauw excuus om de koning stiekem op te pikken? Misschien is er wel iemand hier op de trein die ons zou kunnen helpen. Rita,
Ah, er is juist een conducteur. Misschien moet je het daar aan vragen. Goeiedag. Hallo. Weet jij iets over de eerste trein die van Mechelen naar Brussel reed? Dat vind ik wel een heel moeilijke vraag. Het is wel super lang geleden ook, hè? Ja. De trein van nu kan ik je iets vertellen, maar die van vroeger niet. De treinbegeleidster kan ons geen antwoord geven, maar wil ons wel heel graag helpen. En ze heeft het allerbeste idee ooit. Joshua mag zijn vraag omroepen in de hele trein, via de intercom. Als je even meegaat, dan laat ik je dat zien hoe dat moet. En dan kan je dat vragen aan de reizigers in de trein. Wie weet zit er iemand in een van deze wagons met het juiste antwoord. Hallo, Joshua hier. Ik wil graag weten of iemand iets over de eerste trein die van Mechelen naar Brussel reed. We zitten in de laatste wagon. Kom dan naar ons. Daag! Goed gedaan. Als er iemand iets weet, dan zullen ze misschien wel komen, hè? En ja, een vriendelijke mevrouw komt naar ons toegestapt in de laatste wagon. Ik denk dat die wagons allemaal een naam hadden. Echt? En ik denk dat één daarvan de olifant heette. De olifant? Ja. Dat herinner ik mij nog. Amai. Weet u toevallig of dat de koning op de allereerste trein is meegereden? Geen idee. Geen idee. Nee. Dat is niet erg. We zijn nog maar aan het begin van onze reis. En we zitten misschien nog niet helemaal op het juiste spoor. Misschien kunnen jullie eens naar Mechelen gaan, naar de tractiewerkplaats. Daar worden de treinen hersteld, gerenoveerd. Daar kunnen jullie misschien wel mee vertellen nog over de spoorwegen van vroeger. Yes, de trein is vertrokken. Allee, we moeten dus wel even de andere richting uit. Oké, ik denk dat we maar 6 minuten hebben om onze trein terug naar Mechelen te nemen. Zie jij op het bord waar we moeten zijn? Naar Mechelen. Ja, S11. Komt aan, oké. Langs hier, binnen langs hier. Ja. Hier opstappen. Voilà. We zitten erop. Dat was nipt. Onderweg naar de tractiewerkplaats in Mechelen overlopen Joshua en ik even wat we tot nu toe weten. De legende gaat dat koning Leopold I in Vilvoorde op de eerste trein stapte, toen die van Brussel naar Mechelen reed. Op de terugweg stopte de trein nog eens in Vilvoorde, omdat ze pech hadden. Wie zou ons kunnen helpen en meer weten over deze koninklijke legende? Ik heb gehoord dat je geen vraag aan de koning mag stellen, dus... Wat als we het heel beleefd vragen? In een brief? Wat schrijven we best naar de koning? Beste Sire? Geachte. Ik heb geleerd bij taal dat zo uw baas moet je meestal geachte. Wie weet kent de koning het antwoord op onze vraag. De legende gaat dan ook over zijn overgrootvader. Geachte Sire. Zou dat geen verhaal zijn dat wordt doorverteld in de familie? Ik ben Joshua. Op de website van het Koninklijk Paleis vinden we een adres. Er wordt gezegd dat Leopold op de eerste trein... En op deze website staat inderdaad dat we geen persoonlijke vragen aan de koning mogen stellen. Is dat een persoonlijke vraag? We checken even of onze brief wel beleefd genoeg is. Voilà. Geachte Sire, ik ben Joshua. En ik onderzoek voor de podcast Broodje Aap een koninklijke legende. Er wordt gezegd dat Leopold de eerste op de eerste trein zat. Is dit waar of niet waar? Ben jij ook een fan van treinen? Alvast bedankt, hoogachtend Joshua. Wel een heel goede brief, vind ik. We plakken de heel goede brief dicht en schrijven het juiste adres erop. Volgende halte? Ja. Mechelen. De GPS op mijn gsm brengt ons naar de tractiewerkplaats. En we hebben veel geluk vandaag. Want onderweg... Joshua, ik denk dat ik daar zie wat we nodig hebben. Een brievenbus. Ons officiële koninklijke moment. 3, 2, 1. Hij is erin. Stel je voor dat de koning een antwoord schrijft op de brief van Joshua. Zou het hier kunnen zijn? Ja, daar is een trein. We zijn op het goede spoor. De tractiewerkplaats van de NMBS sluit aan het station van Mechelen. Het is reusachtig. Een plek met loodsen en sporen en veel opslagplaats. Het is wel heel groot. Machiniste Rebecca werkt al heel lang voor de NMBS. Ofwel de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
Ze zegt dat ze wel even tijd voor ons kan maken en laat ons binnen. Ik ben Rebecca. Ik ben eigenlijk al 23 jaar bij de NMBS, waarvan dat ik heel lang treinbestuurster geweest ben. Een van de eerste vrouwelijke treinbestuursters. Amai. Rebecca loodst ons langs lege sporen. Maar ook langs sporen waar kapotte treinen op staan. Het zijn verschillende soorten treinen. Hè? Zo deze treinen. Die? Of zo'n dubbeldekker zo? Oh ja, dubbeldekkers zijn mijn favorieten. Sommige treinen zijn helemaal beschadigd en zouden zo uit elkaar kunnen vallen. Sommige worden geschilderd en opgepoetst. En andere treinen staan op een platform zodat mechaniekers onderaan de trein kunnen sleutelen. Als ze hier treinen renoveren en herstellen, zouden ze ons misschien wel kunnen uitleggen waarom die eerste trein pech had en waarom die dan moest stoppen in Vilvoorde. Of dat hij de koning mee had op de treinrit, dat kan ik niet 100% zekerheid zeggen. Maar ik kan je wel iets van uitleg geven. Eerst en vooral, in 1836 reden er geen elektrische treinen, enkel stoomtreinen. Dus de allereerste treinrit eigenlijk was met een stoomlocomotief. Dat is te zeggen, drie stoomlocomotieven na elkaar. Ja. En die hadden drie namen. Ja. Iemand heeft ons verteld dat een van die locomotieven was met de naam de olifant. Dus... Ja, inderdaad, dat klopt. De pijl. De Stephenson, de uitvinder ervan, ja. En de olifant. Heen rijden zijn ze met drie locomotieven vertrokken, ja. Met drie wagons. Hè, dus achter een stoomlocomotief hangt er een wagon met 25.000 liter water. 25.000? Ja, in hetzelfde bakje zit er dan nog een bakje in met 10.000 kilo steenkool. Dus wat gebeurt er telkens dat er eigenlijk kracht wordt gezet, doet in een trein een keer tjoef, tjoef, tjoef. En dat is eigenlijk iedere keer de rook aan de dam dat hij uitspuwt en zo gaat hij vooruit. En om die stoom te maken en de trein te laten bewegen, heb je dus dat water en die kolen nodig. Dus die gaan waarschijnlijk sowieso gestopt zijn in Vilvoorde voor even bevoorrading te hebben. Hè? Ja. In het heen gaan, maar in terug gaan naar die pannen. Dan is die nog eens gestopt in Vilvoorde om water erop te gaan steken. Ah. Een stoomlocomotief kon dus zeker wel eens in pannen vallen als hij niet op tijd kreeg wat hij nodig had om vooruit te geraken. De eerste treinreis was ongeveer 45 minuten aan een uur tijd. Als je rekent dat je met paard en koets daar drie keer zoveel over doet. Dus dat was echt wel super. In de tijd, heel snel. Dat was eigenlijk een ongelooflijke uitvinding op dat moment. Ja. Een van de uitvinders van de trein was de Engelsman George Stephenson. En koning Leopold was zo onder de indruk van die uitvinding dat hij dit ook onmiddellijk in België moest hebben. Ook een heel leuk weetje. Dus Stephenson heeft dat uitgevonden, dat is een Engelsen. Daardoor rijden de treinen in België niet rechts, maar links. Ah, en in Engeland? In Engeland rijden ze links en treinen rijden ook links, nog altijd. Onze treinen rijden al bijna 200 jaar links, maar de tijd van de stoomtreinen is voorbij. Zie je zo precies een kapstok tegen een draad staan. Op het dak, zie je dat? Ja. Op het dak van een elektrische trein ligt een soort van kapstok of stroomafnemer. Dat is eigenlijk de stekker van je trein. En de stroomdraden die overal boven het spoor hangen, dat is dan het stopcontact. Vroeger moesten ze echt hun brandstof mee hebben en nu hebben we dat eigenlijk overal. Rebecca heeft ons ongelooflijk veel informatie gegeven over hoe treinen vroeger werkten en wat het verschil is met nu. Maar of de koning ooit stiekem op de eerste trein gestapt is, dat weten we nog altijd niet. Maar dat ze waarschijnlijk wel nog wat meer informatie daarover gaan hebben en ook heel, heel veel trein van vroeger hebben eigenlijk, is in Schaarbeek bij Trainworld. Ik zou zeker een keer naar Trainworld gaan. Oké, bedankt. Ja, merci Rebecca. Graag gedaan. Joshua en ik zetten onze reis verder. En we weten al wat onze volgende halte zal zijn. De enigste weg om naar Trainworld te gaan, met de trein. We stappen vandaag voor de derde keer op de trein. En ik heb het gevoel dat dit nog niet onze laatste treinrit is. Gelukkig zijn de treinen van nu net ietsje sneller dan vroeger. De volgende halte is Schaarbeek. Jij bent al veel naar Trainworld geweest. Ja. De hoeveelste keer is dit? Ik denk de derde keer. Oké, dat betekent dat jij weet waar we naartoe moeten nu. Ja. Via het station van Schaarbeek komen we rechtstreeks het museum binnen. Wauw. We weten niet waar we eerst moeten kijken. Allemaal machines om die tickets af te printen. Een telefoon. Dat lijkt een heel oude stoomlocomotief. 36. Amai. Het stoomtijdperk. Dat is eigenlijk wel best cool. Zie je die witte stoom eruit komen? Al die lampen, waar is de trein? Een tremelwagen. Koninklijk rijtuig. En dan komen we in een grote zaal.
Meteen aan de linkerkant van de deur merkt Joshua iets op. Signaling van de eerste spoorlijn in België. Ja! Er hangt een schilderij aan de muur waarop de allereerste trein staat afgebeeld. Iedereen daarom te wuiven om de trein te laten voorbij gaan. Allemaal best chique kledij. Een grote witte rookpluim. Ja. Zien we de koning hierop? Daar, ja, dat kan wel. Dat kan wel, hè? Inderdaad, het is echt een mini-koning. Je moet heel goed kijken. Maar vooraan, aan de snuit van de trein, staat wel degelijk koning Leopold de Eerste. Die is zo aan het wijzen naar de trein, zo precies van... Ja, kijk, dit mijn mooie trein. Ja. Ja, en die gaat hier vertrekken. We weten dat dit moet gebeurd zijn in het jaar 1835. Maar wanneer we naar het bordje bij het schilderij kijken, schrikken we. 1885. Dat is 50 jaar later. Dat betekent dat die schilder er misschien helemaal niet bij was toen dat gebeurd is. Je kan veel zeggen in een schilderij dan wat feitelijk gebeurd is. Dat is gewoon uit iemands fantasie. Je zou er niet bij kunnen geweest zijn. Je kon gewoon, oké, de eerste trein, ik ga dit een beetje daarbij schilderen. En er werden toen nog lang niet zoveel foto's gemaakt als nu. De fotocamera was toen nog maar net uitgevonden. Dit is dus eigenlijk een doodspoor. Joshua en ik slenteren tussen de locomotieven door naar de uitgang. Om onszelf wat op te beuren, nemen we een kijkje in de souvenirwinkel. Sokken van treinen, puzzels van treinen, sleutelhangers van treinen, paraplu's van treinen, posters van treinen, boeken van treinen. De treinen van Royals. Royals and Trains. Maar ja, als het gaat voor de koning op de trein, zou dat dan hier niet kunnen instaan? Ja, Leopold de Eerste. Hier. In dit boek staat heel veel over treinen en de hele Belgische koninklijke familie. Maar op het eerste zicht vinden we geen antwoord op onze vraag. Michelangelo van Meerten. Als hij het boek heeft geschreven, dan gaat hij waarschijnlijk ook weten of hij daarop was of niet. Zodra ik thuis ben, google ik die schrijver eens. Ik vind online zijn boeken terug en ook zijn contactgegevens. Na wat heen en weer gestuur is het gelukt. Hij kan met ons afspreken in Brussel. Yes, ons onderzoek loopt als een trein. Ik ben Michelangelo van Meerten, een historicus. Ik heb een aantal boeken over de geschiedenis van de spoorwegen gemaakt. En het laatste boek heet Royals and Trains. En voor het eerst eigenlijk gaat dat de band tussen het Koningshuis en de spoorwegen na. En dus ook de eerste trein. En dus ook de eerste trein, de opening van de eerste trein, bijna 190 jaar geleden. Dan ben jij eigenlijk de persoon die wij nodig hebben. Samen met Michelangelo lopen we naar een bijzondere plek in het noorden van Brussel. De Groendreef. Brussel Centraal kunnen we nu de trein hebben, Brussel Noord, Brussel Zuid. Die bestonden allemaal nog niet. Waar het eerste stationnetje is hier vlakbij, de Groendreef. Ja, ik zie een oude stoomlocomotief. Oh my god, dat is super cool. Op een brug over het Brussels kanaal spotten we een oude locomotief. Dit is een oude locomotief die hier voor 175 jaar spoorwegen is neergezet in 2011. En dat dus omdat het hier echt een historische plek is. Waar de eerste trein vertrokken is. Hier is het dus gebeurd. En dus eigenlijk is het een soort monument voor de eerste trein die vertrokken is. Is er nog iets overgebleven van het eerste station? Van het eerste station is helemaal niks meer overgebleven. Michelangelo, we zijn hier eigenlijk om de vaart te onderzoeken. Was koning Leopold de Eerste op de eerste trein die van Brussel naar Mechelen reed? Voor zover we weten, nee. Oei. Hij was erbij. Hij was heel geïnteresseerd in treinen. En dat hebben we ook in de officiële krant, het staatskrant eigenlijk, wordt de dag daarna verteld wat er allemaal gebeurd is. En wordt vermeld, ja, de koning komt aan, er zijn heel veel mensen, er zijn ongeveer 900 mensen in die drie treinen die klaarstaan. Ze zijn al op stoom gebracht en alles staat klaar voor het vertrek. De koning komt aan en loopt langs die treinen en bekijkt dat met veel interesse. Maar hij gaat niet aan boord. Dus ook niet in Vilvoorde? Ook niet. Maar hoe zou hij naar Vilvoorde komen? Die treinen zijn immers veel sneller dan hij naar Vilvoorde zou kunnen komen. Ja. Dus hij zou nooit op tijd in Vilvoorde geweest zijn om naar de trein te pakken. Oké. De koning zat niet op de trein. Michelangelo vertelt ons wel dat hij de allereerste koning ter wereld was die ooit met de trein reed en zijn eigen koninklijke trein had. Niet zijn eigen locomotief, maar zijn eigen rijtuig. En dat had niemand anders, geen enkele andere koning had dat. Maar dat pas een jaar later, in 1836.
En het is hij eigenlijk ook die bij andere koningen en prinsen en dergelijke in Europa zegt van de trein is fantastisch om mee te rijden. En hij overtuigt koningin Victoria van nee, je moet de trein nemen. Dat is een heel fijn middel. Je kan veel sneller reizen, het is niet gevaarlijk en heel, heel comfortabel. Je kan in de trein schrijven en werken en lezen. Kan je in een koets niet. Een koets hobbelt en daar kan je niks verder doen. Hij had heel wat overtuigingskracht nodig, want mensen waren toen bang van treinen. En het gevaarlijk is niet helemaal uit de lucht gegrepen, want het is helemaal nieuw en met stoom. En stoom maakt heel veel druk, dat is eigenlijk ook het principe van een trein. Maar als je te veel druk maakt en die stoomketel is niet sterk genoeg, dan ontploft die gewoon. En je ziet dat ze in het begin, ja, dit is allemaal nog nieuw, de machinisten die proberen ook. En sommigen denken van, oh, de trein gaat heel hard, we gooien er nog meer kolen in, we maken nog meer druk. Dat die nog harder kan en boem! De hele locomotief ontploft. En dat was ook de belangrijkste reden dat de koning niet meteen die eerste trein opklom. Stel dat er iets gebeurd zou zijn, ja, dan heb je geen koning meer. En België had nog maar juist een eigen koning. Rijdt de koning wel nog vandaag met de trein? De koning is eigenlijk nu heel geïnteresseerd in treinen. Maar de koning heeft nu geen eigen trein meer. Dus wat ze doen, is een rijtuig waar wij allemaal in kunnen zitten. Okay. En om te laten zien van het is, hier zit de koning, wordt er een sticker eigenlijk op het rijtuig geplakt. En hiermee weet Joshua ook meteen. Onze koning, Filip, is dus fan van treinen. Bedankt voor... Joshua, jij bedankt voor de vraag. Dat was een heel goede vraag. Want inderdaad, iedereen denkt dat de koning daar aan boord geweest is. Maar nu kunnen we zeggen tegen Wikipedia, hij was er niet op. Hij was er niet op. Michelangelo pakt de trein naar huis en wij blijven nog even rondhangen op deze bijzondere plek. Dus het is eigenlijk wel een heel cool verhaal, maar het is jammer genoeg... Een broodje aap. Normaal zou ik nu zeggen, Joshua, oké, dan is dit het einde van ons verhaal, maar we moeten nog ergens naartoe. Gaan we naar mijn oud-juf? Dat moeten we toch eigenlijk doen? Ja. Naar juf Mieke. Juf Mieke was de lievelingsjuf van Joshua. Ze geeft nu jammer genoeg geen les meer op zijn school. Het is al 2 jaar geleden dat hij haar nog heeft gezien. Hier moet het zijn dan, hè? Ja. Gaat ze hem nog herkennen? Of is het te lang geleden? Hallo. 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 Dag Joshua. Zeg, wat een verrassing is dat nu. Ja. Wat kom jij doen? Weet je nog, in het derde, op het oude school, dat hij ons vertelde over de eerste trein? Ja. Wel, we hebben onderzocht of het een echt verhaal was of niet, dat Leopold op de eerste trein was. En? Het is... een broodje aap. Het is niet waar. Allee. Ja. Dus ik heb eigenlijk een paar jaar een verhaaltje verteld aan de kindjes dat eigenlijk niet waar was. Oepsie. Vanaf nu kan juf Mieke de echte waarheid vertellen in haar klas. Ja, en de Joshua, dat was wel altijd de professor van de klas die dat de hele geschiedenis van de halve wereld van buiten kende. En waarschijnlijk nog kent. Keileuk. Dat was ook een verrassing toen ik hoorde dat wij naar jouw klas worden en dan we hadden u nooit eigenlijk afscheid kunnen nemen. Nee, dat is waar. Ineens was het zo holder de holder. Joshua en juf Mieke geven elkaar een dikke knuffel en dan vertrekken we, net op tijd voor onze trein. Terug naar huis. Er is nog één iets dat zo in mijn hoofd blijft spelen. We hebben een brief naar de koning gestuurd. We hebben nooit een antwoord gekregen. Ga je vanavond je brievenbus checken of er een brief is? Ik ga het je laten weten. Deal? Ja. Ons onderzoek was een rit met veel haltes. Maar we zijn eindelijk op onze eindbestemming gearriveerd. Er zat geen koning op de allereerste trein. Of het blijft het best bewaarde geheim van onze koninklijke geschiedenis. En mocht je het nog afvragen, die avond zat er geen brief in mijn brievenbus. En de volgende dag ook niet. Maar 1 week later... Hallo, dag Joshua. Hallo. Ik heb nog iets voor u. Echt? Een brief? Van het Koninklijk Paleis? Doe maar open. Beste Joshua,
Zijn majesteit de koning ontving met sympathie de lieve brief die je tot hem richtte naar aanleiding van je onderzoek voor de podcast Broodje Aap van Kipnet. In antwoord op je vraag laat ik je graag weten dat koning Leopold I aanwezig was op 5 mei 1835 bij de inhuldiging van de eerste spoorlijn van het Europees vasteland tussen Brussel en Mechelen. Op 16 april 1836 heeft de koning zelf de rit van Brussel naar Mechelen gemaakt en was hij hiermee het eerste staatshoofd ter wereld dat met de trein verplaatst heeft. Ik was aan het even twijfelen of er nog niet zou komen eigenlijk, of antwoorden. Nu dat we wel antwoord hebben gekregen, is wel heel cool. Wow, super dikke merci, Sire. Met hoogachtende groetjes, Joshua en Inja van Broodje Aap.